bij brand. Pelikanen eten meer leeg. En Sing-song in première. Hi allemaal, fijn dat je weer kijkt naar het 10 minuten jeugdjournaal. Geen goed begin vanmorgen. Twee jongens zijn vanmorgen vroeg omgekomen bij een brand in een huis aan de Boerbuitenweg. Vanmorgen was er brand in dit huis en daar heeft de jongen ons geroepen. En daar zei hij van dat omdat het huis brandt en zijn twee broertjes waren er in daar. Zijn we gekomen voor en we stonden en daar zagen we dat hij naar binnen ging en daar heeft vuur omgebrand aan zijn handen. Heeft mijn moeder de politie opgebeld, heeft de politie de brandweer gebeld en dan hebben ze het vuur geblust, maar die jongens waren al dood. De drie jongens van elk 6, 12 en 15 waren in het huis toen de brand begon. Brandweervoorlichter Ulrich Coats vertelt in een telefonisch gesprek hoe de ochtend verliep. De brandweer kreeg om 3:30 in de ochtend een melding van de politie over de brand. En om 3:59 was de brandweer ter plekke. Van de omstanders vernam de brandweer dat de twee jongste jongens zich in een kamer bevonden. De buren konden de jongens niet uit de kamer redden omdat deze beveiligd was met hout. Nadat de brandweer de brand onder controle had, troffen zij in een kamer inderdaad twee levenloze lichamen aan. De 6-jarige David en 12-jarige Fernando leven niet meer. Ik speelde met die kleinste van 6 jaar. En hoe was hij? Hij was gewoon. Hij was lief. De politie doet vandaag en morgen nog een onderzoek naar wat de oorzaak van de brand kan zijn. De brandweer betreurt het geval. Coach merkt in het gesprek op dat alle gezinnen met elkaar in gesprek moeten om een vluchtplan te maken. Zoals de brandweer al enige tijd adviseert dat elk gezin een dag de tijd neemt om na te spelen wat de ieder moet doen wanneer brand uitbreekt. Ook het aanschaffen van een rookmelder is volgens de brandweerman een noodzaak. Hij herinnert ons eraan dat een mens maar 3 minuten in rook kan blijven ademen. Rookmelders zorgen ervoor dat het vuur op tijd ontdekt wordt. Ook wil hij in ieder op het hart drukken dat bij brand naar het alarmnummer van de brandweer gebeld wordt. En dat is 110. Wat precies is gebeurd, moet het onderzoek vaststellen. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe. En probeer jij, samen met jouw verzorger, zo snel mogelijk een vluchtplan te maken. Want een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Man doet film op na en vliegt met ballonnen de lucht in. Pelikanen eten meer leeg en Thaise koning wordt na 1 jaar eindelijk begraven. Deze berichten in onze korte nieuwsblok. Ongeveer 250.000 mensen uit heel Thailand zijn naar de hoofdstad Bangkok gekomen om hun geliefde koning een waardig afscheid te geven. Deze afscheidsceremonie duurt 5 dagen en daar is een jaar voorbereiding aan vooraf gegaan. Ook om de kosten is niet bespaard. Ruim 3 miljard Thaise baht werd uitgegeven en dat is ongeveer 670 miljoen SRD. Van dit geld is onder andere binnen 1 jaar een gouden crematorium gebouwd voor de overleden koning. Veel internationale leiders wonen de crematie bij. Voor het publiek dat op de crematie is afgekomen zijn er plaatsen waar zij bloemen kunnen neerleggen. Meren die leeggegeten worden door pelikanen. Dat gebeurt ieder jaar rond deze tijd in Israël. Pelikanen maken jaarlijks een tocht van Europa naar Afrika en maken daarbij een tussenstop in Israël om daar genoeg vis te eten voor de lange tocht. De vissers uit die omgeving zijn daar niet blij mee, want al hun vis wordt namelijk uit het meer gegeten. Sinds kort hebben ze hier een oplossing voor. Vis die normaal gesproken weggegooid zou worden, wordt nu aan de pelikanen gevoerd. Zodra de vogels aankomen vliegen, arriveren de vrachtwagens met vis erin. Hoe vaak heb jij na het zien van de animatiefilm op gedacht, oh, dat wil ik ook doen? In de film bevestigt een man ballonnen aan zijn huis waardoor deze de lucht invliegt. Een Engelsman is op deze manier gevlogen over Zuid-Afrika. Hij bevestigde in plaats van een huis een campingstoel aan de honderden ballonnen en vloog zo 25 kilometer. Hij bereikte een hoogte van 2,5 kilometer. Dit klusje was niet zomaar gepiept. Hij heeft 2 dagen gedaan over het opblazen van de ballonnen. Hij vond het een enge, maar magische ervaring.
Muziek, dansende mensen, ballonnen en veel lachende gezichten. Het was een en al gezelligheid bij de première van de film Sing Song gisteravond in TBL. Nadat hij in juli in Nederland uitkwam, was het nu eindelijk de beurt aan Suriname. Première in Nederland, dat is al best wel een tijdje geleden. En het is heel jammer dat de mensen toen nog niet konden zien, de mensen hier. Dus ik ben heel benieuwd hoe iedereen die eraan mee heeft gewerkt, hoe die het allemaal gaan vinden om de film nu te zien. In Nederland ging de film van de zomer al in première en gisteravond werd het eindresultaat in Suriname vertoond. Maar liefst 90% van de film is in Suriname opgenomen. We zijn hier vorig jaar een jaar geweest, om te draaien, precies een jaar geleden. En nu met alle acteurs en de crew hier. En première is natuurlijk fantastisch. En ik ben heel benieuwd naar de reacties in de zaal ook. Ik heb al lang gewacht hoor. Maar het is eindelijk zover. Het is heel leuk. Het is leuk voor alle jongeren, echt voor de hele familie, voor alle gezinnen om naar die film te komen kijken. Heel leuk. Met 1660 taxis kwamen de acteurs en actrices aan bij de rode loper die voor hen was uitgerold. Het grootste deel van de Sing Song crew komt uit Suriname. En dat zorgde ervoor dat het een echt Surinaams feestje werd. Na de film werden de hoofdrolspelers nog een keer in het zonnetje gezet. En hebben we zo ongelooflijk veel geluk gehad dat we met zoveel fantastisch talent uit Suriname deze film hebben mogen maken. Iedereen verliep dol enthousiast de zaal. Ik vond het leuk, een beetje zielig en ook spannend. Vooral hoe dat meisje er alles om deed om de moeder te gaan opzoeken. Helemaal naar een ander land gaan om de moeder op te zoeken. En ik vond het ook zielig. Ik vond het heel, heel, heel interessant, heel leuk, dat verhaal ook. Al mijn bepaalde stukjes van in het binnenland, ik ben ook nog nooit daar geweest en zo. Dus ik vond het echt heel interessant om te zien hoe daar is en zo. Het is spannend, het is geweldig. Ik voel me blij als ik het zie. De acteurs en producers riepen het van tevoren al. Na het zien van de film loop je zingend en dansend de bioscoop uit. Dat is precies hoe de première werd afgesloten. En vanaf vandaag kan jij met familie en vrienden naar TBL Cinema's om de film te bekijken. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten Jeugdjournaal. Fijn dat je hebt gekeken, slaap lekker voor straks en tot morgen. Bye!